Welkom weer bij 023 Voetbal. En deze keer ben ik een beetje partijdig, want we gaan praten over een club waar ik 9 jaar trainer ben geweest en waar mijn pleegkinderen gevoetbald hebben, Allianz 22 uit Haarlem. We hebben als gast de voorzitter, daar zijn we blij mee, Ben Steenman, en de trainer, Guidon Reinders-Volmer. Fantastisch duo samen, maar we beginnen natuurlijk uit eerbied met de voorzitter. Goedenavond. Hey Ben. Hallo. Je bent het al lang. Ja, al 14 jaar. Bijna 14 jaar. Dat is waarschijnlijk het langst in Haarlem van alle voorzitters. Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is best lang. En, ik ben ook voorzitter van het voorzittersoverleg. En daar werden recent bij 5 clubs aangekondigd dat er nieuwe voorzitters kwamen. En die zaten er ongeveer 3 of 4 jaar. Dus toen begon ik wel na te denken, oh, kan ook korter. Maar er is nog geen behoefte om je opvolger te zoeken. Nou, we kijken wel, maar het is niet eenvoudig om een voorzitter te vinden. Want het is veel werk. Het is tamelijk veel werk, ja. Afhankelijk van wat je oppakt natuurlijk. Hè. Dat is per club verschillend wat er nodig is ook. Ik heb al gezegd dat ik een beetje partijdig ben. Ja. Ik vind Allianz een prachtige club. Dat heeft ook te maken natuurlijk met de man die naast je zit. Guidon, je bent er heel lang geweest als trainer, maar je gaat nu de club verlaten. Ja, ja, na 7 jaar was het, ik denk dat we goed met elkaar hebben samengewerkt. Maar ik wil ook een stap verder. Allianz wil een stap verder. Ik hoop eigenlijk dat ik Allianz een stap verder al heb gebracht, maar ze willen weer verder pakken. En ik denk dat het goed is dat iemand anders dat doet. En ik wil zelf verder. Wat zul je doen? Wat ga je doen? Ik ben heel benieuwd. Ik ben aangenomen tot de trainer coach 1 cursus. Dus daar ga ik volgend jaar mij volledig voor inzetten. Je weet wat dat betekent, hè? Een paar keer per week naar Zeist. Oh ja, nee, het valt mee. 8 keer naar Zeist in een heel jaar. En vooral stage lopen. Ja. Dus dat is. En die stages heb je ingevuld? Nou, daar ben ik mee bezig. Dat wil je nog niet vertellen. Nee, dat wil ik nog niet vertellen. Daar wil ik eerst duidelijkheid over hebben. Nou, dat hoort u van ons over een paar weken. Wij weten het al, maar we mogen het niet zeggen. Maar dat is vaak zo in het voetbal. Hè? Ja. Ben, je hebt een club die, waar je dus lang voorzitter bent, die heel speciaal is. Het is een familieclub. Ja. Mensen wonen allemaal vlak in de buurt, of althans de meeste. Ja. Maar je hebt een heel groot probleem. De club is zo gezellig, iedereen wil er lid van worden. Maar je kan ze niet helemaal kwijt. Nee, je kan ze niet kwijt. Plus het feit dat ook heel weinig mensen weggaan. Dus we hebben een luxe probleem dat ook de oudere jeugd, en dat is zeker de laatste paar jaar, blijft voetballen bij de club. Dus als je kijkt naar de selectie, maar ook de overige senioren op zondag, dat zijn tamelijk jonge teams ook allemaal. We hebben 4 onder de 19 teams op dit jaar. Vorig jaar hadden we de 5. Ja. En dat 5e team is als volledig seniorenteam gaan voetballen dit jaar. Dus we zijn er hartstikke blij mee, maar we hebben natuurlijk ooit gedacht, we bouwen zo'n keurige voetbalpyramide op met 10 F en 10 E en dan langzaam iets minder teams naar boven toe. Maar we zeggen wel eens, ja, de piramide is meer een torenflat geworden, dus het is eigenlijk, we hebben al jarenlang wachtlijsten gehad, daar zijn we mee gestopt, want we waren heel veel tijd kwijt aan het bijhouden van die wachtlijsten. Ja. En iedereen moet zich nu opnieuw aanmelden. Je ziet dat we iets teruglopen hebben bij de minis, de allerjongste jeugd. Dus daar zijn we dit jaar wat extra actief geworden. Maar we prijzen ons gewoon erg rijk en gelukkig met wat we hebben. Inderdaad echt een club uit de buurt, Haarlem-Zuidwest en die omgeving. Ik denk 90% van de leden komt echt uit die directe omgeving. Als we een postcode onderzoek doen. Jullie zijn met het nieuwe complex ook bezig, met 100 jaar bestaan. Maar het complex is natuurlijk nieuw. Hebben jullie dan meer ruimte nog om extra spelers naar binnen te halen? Of nou, extra ruimte. We zijn bezig en daar kan ik wel. We gaan ervan uit dat wij eerder in aanmerking komen voor een extra kunstgrasveld. Dus daar zijn we met de gemeente in overleg en daar staan de tekens tamelijk gunstig voor. Okay. En dat betekent dat we het ene gewone grasveld wat we hebben waarschijnlijk ook nog om kunnen gaan zetten in een kunstgrasveld ergens in de komende 2 jaar. Dat geeft vooral extra trainingscapaciteit, niet zozeer wedstrijdcapaciteit, want we blijven dan 2,5 veld hebben met 60 teams. Dus dat is eigenlijk niet te doen. We zouden volgens de normen 5 velden moeten hebben. Ja. We doen met 2,5. 2,5 veld met 60 teams? Ja.
aardig. Knap, hè? Dat vind ik ook knap. Hoe duur dan op zaterdag en zondag allemaal indelen? Vroeg beginnen en laat ophouden. Ja, en waarschijnlijk naar de vrijdag binnenkort. Nou, daar ben ik niet zo voor. Omdat dat ook betekent dat je je organisatie ook op vrijdagavond moet organiseren. En we zijn hartstikke gelukkig. We hebben rond de 150, 160 vrijwilligers bij de club. Dat gaat nog altijd erg goed. Maar als je ook de vrijdagavond erbij neemt, dan qua voetbal en wedstrijden moet je daar ook allemaal officiële dingen doen. Ja. Dus ik zie ons eigenlijk niet zo heel erg snel naar de vrijdagavond gaan. Ook omdat de vrijdagavond ook trainingscapaciteit is. Ja, en dan raken we dat ook zijn. Maar ja, dat tweede veld, dat tweede kunstgrasveld, zeg maar, dat er aan staat te komen. De protesten van de buurt zijn een beetje minder geworden? Of? Nee, maar ook dat doen we in overleg met de buurt. Dus we hebben nog steeds overleg met de buurt. Er is elke 3 maanden ook overleg met de bewoners. Waar ze last van hebben. Nou, dan hebben ze vooral last dat de hoofdtrainer de lichten te laat uitdoet, bijvoorbeeld. Of te lang doorgaan. Nou ja, dat heeft, ook te maken met de capaciteit. Ja. Want die kan pas om 8:30 beginnen. Precies. Dus het is met elkaar passen en meten. Nou, ligt er aan de overkant van de weg. Ja. Prachtig. Helemaal mee eens. Dus daar willen we ook graag voetballen. Alleen daar zijn behoorlijk actieve natuurliefhebbers. We houden westelijk tuinbouwgebied. Daar hebben we al een keer mee overlegd. Ja, die zien liever eigenlijk niet dat er iets van bebouwing bij komt. Dat hoeft niet. Je kan er een park van maken. Dus we hebben er wel overleg over. Toevallig komt binnenkort de aanstaande CDA-fractie bij ons op bezoek. Met Marijn Snoep. Met Marijn de lijsttrekker. Ja. En dan zullen we ongetwijfeld dat onderwerp wel weer aanhalen. Alleen het ligt politiek heel lastig en gevoelig. Dus ik denk dat we daar nog wel wat lobbywerk aan moeten verrichten. Of dat voor het 100 jaar bestaan gaat lukken. Maar we willen ook niet weg van die plek. Het is een mooie plek. Ja. De accommodatie zelf is gewoon perfect. Het zou prachtig zijn als jullie op dat andere terrein terecht kunnen, natuurlijk. Het is schitterend. Ja. Het veld ligt eigenlijk aan de westelijke randweg. Ja. En ik hoorde dat er zelfs van mensen die aan de overkant van de westelijke randweg wonen, dat die problemen hadden met hun veld, omdat er dan witte palen kwamen te staan. Nou, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Bemoeien mensen zich met dingen. Dat is echt ongelooflijk. Ja, ik denk dat de kwestie is, als we zoiets willen, moeten we goed overleggen met iedereen die er wat van kan vinden. Zo hebben we eigenlijk ons huidig complex ook gerealiseerd, want er waren ook best wel wat bezwaren tegen. Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die er wat van vinden. Zonder meer. Dus een van de dingen die we doen is dat we ook iets terug doen voor de omgeving. Hè. Dus wij hebben een buurtkamer bij ons op het terrein. Dus elke maand komen de 55-plussers uit de Oosterduin-omgeving bij ons op bezoek. En die organiseren dan, gezellig iets koken of een oude film kijken of ze gaan breipatronen uitwisselen of waar ze behoefte aan hebben. Dat stellen we bijna om niet ter beschikking. We hebben nu de vraag gekregen of er ook een yoga gymclubje voor oudere dames bij ons in de kantine. Ja, dat zijn dingen waar we gewoon ook aan meewerken. We vinden het vreselijk belangrijk dat het voetbalcomplex wat wij zijn, dat ook multifunctioneel wordt gebruikt. Nou, we zijn al 4 jaar lang ook de huisvesting voor de TC2 training van Nova en Sios. Ja. En dat is gewoon belangrijk. Lekkere club. Over lekkere club gesproken, Kino. Ja. We gaan terug naar vorig jaar. Wat was het nou, eind maart of begin april? April was het. Ja. Wat een feest. Het was een mooi feest. Ja. Kampioen, hè? Ja. En gepromoveerd. En gepromoveerd. En helemaal terecht ook, hè? Helemaal terecht, absoluut. De winterstop was 13 gespeeld, 13 gewonnen, ja. Dus ja, dan heb je dat zo. Na de winterstop 13 gewonnen? Nee, voor de winterstop. En toen hadden we 1 keer verloren en daarna zijn we kampioen geworden. Misschien 1 keer gelijk gespeeld en toen alles gewonnen. Kampioen geworden. Toen ging de klat er een beetje in. Dat je nog 4 of 5 wedstrijden moet spelen voordat je het was al kampioen. Ja. Ja. Dat is heel mooi. Een paar jaar had je er tegenaan geschuurd, zeg maar. Je had wat mooie resultaten in de beker gehaald. Het werd steeds beter. Ja. Hoe kwam het dat het opeens wel lukte? Ja, door ervaring. Hoe kwam het nu wel? Ja, de balletjes. Daar stond. Ik heb natuurlijk de eerste 3 jaar met een wat oudere lichting gevoetbald. Nou, die zijn gestopt. En ondertussen hebben we het steeds meer verjongd. Kwamen er steeds meer jongere jongens bij.
En zo heb je het een beetje, is het verschoven. En ja, dan ben je al zo lang met elkaar bezig. Dus eigenlijk voor mezelf heb ik eerst 3 jaar bij Allianz gezeten en daarna, dit is dan weer mijn 4e jaar. Omdat je, ja, je hebt gewoon zo'n nieuw team gebouwd. Er zijn er maar 3 van het team van mijn eerste seizoen, die spelen er nu nog steeds in. Mm-hmm. En de rest is allemaal vernieuwd. Mm-hmm. Ja, langzamerhand valt alles net. Iedereen blijft. Want nou, net wat de voorzitter zegt, iedereen wil blijven, omdat het eigenlijk goed gaat. Ja, dat is hartstikke mooi. En en dan valt opeens alles wel. En ben je gewoon oppermachtig, om het maar even zo te zeggen. Ja, leuk. Ja. Wat mij opvalt, jij bent een voorstander van trainen in grote selectiegroepen. Ik heb je wel gezien met, nou, misschien overdrijf ik, maar 50, 60 man op een trainingsavond. En dan spat nog het enthousiasme ervan af. Hoe doe jij dat? Jeetje, ja, dat is de persoon aan zich, denk ik. Ik bedoel, als ik voor de klas sta, ben ik ook, wat je ziet is wat je krijgt, een beetje. Dus dat is wel het enthousiasme, en dat enthousiasme probeer je over te brengen, zodat die jongens ook weer voor jou iets willen doen, iets extra's. En daardoor heb je wel je begeleiding bij nodig, want ik heb nu al mijn 3e jaar, denk ik, of 2e jaar met Felix, mijn assistent. Nou, Lennart zit er nu al 2 jaar bij. Dat heeft denk ik ook wel geholpen aan je kampioenschap, omdat je gewoon al iets meer met elkaar alles bezig bent. Mm-hmm. Nou, de fysio hebben we wat meer opgericht bij Allianz. Nou, dat geeft ook weer een stimulans voor de jongens. Dus dat is, we doen het met elkaar. En als alles, ik ben wel iemand dat het goed geregeld moet zijn, waardoor die jongens ook willen werken. 50 man is nog steeds een hele hoop om een training aan te geven. Ja, maar ja, dan heb je wel nog 2 trainers er extra bij. Ja. En dan heb je nog je vlagger die ook nog elke dinsdag en donderdag er is om te helpen. En, ja. Dus je doet het wel met elkaar. Ja. Maar je bent een teambuilder. Ja, nou ja, ik ben denk ik wel een people manager, een teambuilder. Ja. En de leerlingen op je school, want je bent een onderwijs, die lopen met je weg. Mee. Die hebben veel lol met mij, ja. Een andere teambuilder is je voorzitter, Ben. Jij bent bij de KLM al een paar jaar, je bent heel vaak in Parijs door de week. Hoe je doet, ik heb het me vaak afgevraagd hoor. Maar je bent wel een teambuilder, je doet van alles om die club show te geven. Ja, nou, ik heb zelf bij HBC gevoetbald. Ik vind het spelletje hartstikke leuk, maar ik probeer andere dingen te doen dan waar ik een trainer voor heb aangesteld. Dus andere aspecten binnen de club zijn belangrijk. Ja. Nou, dan zijn we, het nieuwe complex is natuurlijk een element geweest. De eerste 5, 6 jaar van het voorzitterschap, waar we vanaf niets aan eigenlijk zelf hebben opgebouwd. De gemeente Haarlem heeft heel veel aan ons overgelaten. En het is heel mooi geworden. Het moet een club van de mensen zelf van de club zijn. We zijn echt een amateurclub. Dus je moet het doen ook met het materiaal wat je hebt. We zullen nooit spelers halen, nooit gaan betalen. Dan ben ik voorzitter af als dat moet gaan gebeuren. Ja. Dus je moet met elkaar doen. En dat betekent dat je daar ook tijd en aandacht aan moet besteden. We zijn ook nog altijd, en dat is de club altijd al geweest, een club die dingen voor de eerste keer doet. Anders dan andere clubs. We doen soms dingen die anderen nog wellicht in hun hoofd hebben, maar nog niet hebben gedaan. Zomaar. Nou, bijvoorbeeld, we hebben de afgelopen zomer 130 zonnepanelen bij ons op het dak gezet en LED-verlichting in het gebouw aangebracht. Als eerste stap in een heel groot project om over 5 jaar, dan bestaat de club 100 jaar, om dan 100% energie-neutraal te zijn. En met die zonnepanelen en die LED-verlichting zitten we nu ergens tussen de 50% en 60%. Dus er moet nog heel veel gebeuren hoor, dus we zijn er nog lang niet, maar daar hebben we dan de komende 5 jaar voor. Ja. We hebben de hele club, want even, de Allianz heeft ook een beetje de uitstraling van, nou, het doet er allemaal niet toe enzovoort. dus dat zag je bijvoorbeeld ook terug in kleding. Je zag teams in shirts lopen, waarbij er in een team wel 5, 6 verschillende soorten shirts gedragen werden. Ja, dat is voorbij. En met, Gidon heeft ons daar wel eens op gewezen, in ieder geval rond de selectie, maar we hebben een nieuwe hoofdjeugdopleiding die dat ook belangrijk vindt. Als club moet je ook een bepaalde manier uitstraling hebben. Dus we hebben, omdat het kledingcontract met onze leverancier afloopt, ruim een jaar geleden besloten van nou kunnen we een manier vinden om de hele club in 1 keer in nieuwe kleding te steken. Wedstrijdkleding in ieder geval. En dat hebben we voor elkaar gekregen. Met een hele specifieke constructie met een sponsor. Voor de jeugd. Dus de jeugd loopt met 4 sponsoren op het shirt. Dat valt niet eens op. En de belangrijkste sponsor die erop staat is de lokale Rabobank. Want die hebben we aan ons weten te binden doordat we met duurzaamheid bezig zijn. Zij vonden de jeugd belangrijk. Nou, die combinatie
heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe directeur van de Rabobank Haarlem en Omstreken ook bij ons is ingestapt. Dus dat is belangrijk. Allianz was de club met de eerste damesvoetbal in Haarlem. We waren de eerste al heel erg lang geleden waar de kantine rookvrij was. Bij het 75 jaar bestaan heeft de club met shirt rondgelopen, geen geweld op het voetbalveld. Dat was toen ook al een onderwerp. En we zijn nu met het traject begonnen, gestimuleerd door een jeugdlid. Die een heel mooi verhaal heeft gehouden, een jongetje van 12, tijdens onze ledenvergadering van... Goh, we zijn bezig met duurzaamheid, we sponsoren Kika, staat op de shirts van... dus waarom zijn we nog niet rookvrij? Nou, dus wij zijn nu in het kader van de rookvrije generatie... zijn we onze plannen aan het maken om inderdaad binnen afzienbare tijd... het hele complex rookvrij te hebben. Dus ja, we zijn met allerlei, ook maatschappelijke dingen bezig. Dus ja, dat vind ik ook leuk. En ja, dat past ook een beetje bij mezelf als, als manager bij een groot bedrijf... Je moet een amateurclub ook redelijk professioneel managen tegenwoordig. Ja. Er komt heel veel bij kijken. Ja. Ja. Er worden allerlei eisen gesteld. Ik weet niet of jullie bekend zijn, maar in mei gaat een nieuwe wet gelden ten aanzien van persoonsgegevens. Dat betekent ook dat je ledenadministraties en alles wat je daarmee doet, moet ook allemaal helemaal strikt geregeld zijn. Ja, ik denk dat heel veel mensen die langs de lijn staan geen idee hebben van wat er op je afkomt. Ja. En dan straks komt weer het leukste... De zomerkamp van Nederland bij Allianz. Pro-kamp. Ja. Ja, ook al voor het vijfde jaar al. Vijfde jaar inmiddels al. Ja, dus ze hebben ons uitgezocht op een gegeven moment, zoveel jaar geleden. Ja. En het is een groot succes. En we doen een week aan het begin van de zomervakantie en een week aan het einde. Dus eigenlijk willen ze een derde week hebben, maar dat kunnen wij gewoon eigenlijk niet organiseren in de zomerperiode. Ze organiseren vriendendagen dan volgens mij in april en mei. En de inschrijvingen zijn altijd prima. En het is ook een hele strakke organisatie hoor. Het is echt ongelooflijk. Kunnen wij af en toe nog wel wat van leren ook. Maar het is natuurlijk een professionele club. Ja. Maar de kinderen vinden het geweldig. Ja. En daar doen we het ook voor. Het complex moet ook maximaal gebruikt worden. We hebben af en toe met de buurt wel wat discussie. Want er zit zo'n groot gat in het hek waarbij de jeugd, maar niet alleen de jeugd... Ja. Op het veld kan komen en als de boel afgesloten is, kan voetballen. Ja, wat mij betreft is het daar ook voor neergelegd. Daar gaat dan af en toe wel eens een net kapot. Waardoor onze materiaalman helemaal over de rode gaat. Helemaal terecht hoor, maar... Dat wil elke club zo zijn. We moeten het afkloppen hoor. Rob Kroonstuiven slaapt bijna op de club, hè? Ja, nee, even hulde, want even... ik doe misschien af en toe wat dingen, maar er zijn een aantal mensen binnen de club die er bijna dagelijks te vinden zijn. Ja. En echt petje af. Daar kan niet genoeg waardering voor uitgesproken worden. Dus bij alle clubs, dus bij ons ook. En... dan botst het af en toe ook met van wat een hoofdtrainer aan professionaliteit wil. Hè? Dus even, maar misschien even, want dit jaar kampioen geworden, maar in de afgelopen 7 jaar, je zit er 7 jaar, heb ook 3 keer periode meegedaan. Ja. En eigenlijk dit is het tweede kampioenschap al, hè? Ja, nou, kampioen, promovende. Dus. Dus wat dat betreft, in één geval heb je geschiedenis gewoon hartstikke goed gedaan. We hadden wel al eerder vastgesteld, op een gegeven moment is het uitgewerkt. Ja. En het heeft niks met kwaliteit te maken, maar op een gegeven moment kun je te lang bij een club zitten ook. Gewoon, dat is wel een 7 jaar, 7 jaar. Dat is lang hoor. Het is wel een uitdaging om nu wat anders te gaan doen. Nou ja, het is alleen maar leuk denk ik. Ja. En, dat heb ik ook met mijn eigen werk gehad, na 7, 8 jaar. Hè, en dan twijfel je, zal ik eens een keer ergens anders naartoe gaan? Nou, dat heb ik toen ook gedaan. En het is alleen maar eens een keer goed. En ik heb ook wel eens bij Ajax stage gelopen of zo. Maar ik denk dat het alleen maar goed is weer. En voor de jongens ook. Om nou 4 of misschien wel 7 jaar tegen dezelfde persoon aan te kijken. Is soms ook niet altijd even leuk. Dus, nee, dat is ook voor de voorzitter. Ja. Die moet misschien ook eens opgeven. Voorzitter der voorzitters. Dank voor je komst naar onze studio. Guidon, heel veel succes in je TCE. Dankjewel. Ja. We gaan elkaar ongetwijfeld zien. Vast de honden niet. En beste mensen, u heeft het gehoord. Op weg naar, naar het 100 jaar bestaan is deze club levend. Gezellig, leuk en een voorbeeld voor iedereen die in het voetbal zit. Dank voor het kijken, graag tot de volgende keer.